طلبة. كيكس هير، كيكس هير. Goedemorgen, deze morgen. We zijn weer bekend op het werk, zeg. De laatste vandaag. Dan zijn we weer zotte dagen dat eraan komen. Voel het, aan mijn linker kleine teen. Goed, mannetjes. Ik ga even werken. En ik zie nog een sabiet. Het is fucking koud. We zijn allemaal een dikke frak aan. Tegen dat je deze video ziet, is die een dag eigenlijk al voorbij. Maar doe dan nog maar een dikke frak aan, want dat blijft hier gewoon koud in dat kutland, hè. Echt, ik zat kei rustig in de keuken, op de stoel. En ik hoor ineens zo... Dus, kijk heel rustig naar links. En ik zie naast mij, achter de vuilbak, een muis zitten. De muis. Je weet over welke muis dat ik het heb. Ik had mijn camera niet mee binnen, die lag nog in de auto. Dus ik, shit, maar ik had mijn gsm vast. Dus ik dacht van, oké, ik moet dat gewoon op beeld hebben. Dus ik gebruik mijn gsm. 1 seconde, zonder zwans. 1 seconde, draai ik mijn hoofd terug. Tik ik op filmen. Ik kijk terug en die muis is gewoon weg. Die rotzak is nou al bekend een maand met mijn kloten aan het spelen. En ik zweer het u, ik ga die pakken. Ik ga die pakken, het interesseert me niet hoe, maar ik wil hem niet dood. Echt niet, mag niet dood. Voilà, zijn we zo onderweg naar huis. Bam, 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 bam. Het is koud, jong. Het is echt koud. En dan zo in een auto met de chauffage aan, is dat zo weer te warm. En dan is dat weer te koud en dan weer te warm. Dus ik zit een hele tijd aan dat dingetje te draaien. Verschrikkelijk gewoon. Ik ben juist dan terug van Kruibeekje. Nu ga ik naar huis, video bewerken. En dan even slapen. En dan terug gaan werken, hè. En dan is het er gedaan voor vandaag. Dus ik ben blij, jong. Allee, voor vandaag, voor de rest van de week eigenlijk. Wat zijn de plannen van de rest van de week nog? Morgen vroeg heb ik een meeting met YouTube-netwerk. Dan vrijdagmorgen om 7 uur 's morgens moet ik naar M&M voor een nieuwe vertaalde cover. Dus als jullie benieuwd zijn, zeker luisteren. De covers die ik nu trouwens doe op M&M, de vertaalde covers die ik altijd maak, die zijn vanaf nu elke vrijdag op M&M. Dus die komen ook niet meer op voorhand op Facebook te staan ofzo. Dus het zijn altijd nieuwe covers. Nadien komen ze wel op Facebook te staan natuurlijk. En ja, voor de rest, Oh meid, ik ben kapot. Ik ben thuis. Ik heb juist weer de vlog gemaakt voor deze avond. En nu moet ik echt even slapen, want ik was echt zo aan... Ik was die vlog echt zo aan het maken, zo. Kijk. Echt zo. Hele fucking tijd, zeg. Ik weer zot. Dus ik kan even in mijn bed liggen. Ik kan nog... Wat is zelf? Ik kan nog 2 uur slapen of 1,5 uur. Dus ik kan even doen. Dat is beet. Voilà, de laatste rit. Voilà, ik ben onderweg naar de overkant. Ik ben onderweg naar mijn baas en thuis. Voor mijn auto terug te gaan halen. Hè. En ik ben ondertussen hier in de auto aan het facetimen met Shanna. Yo! Droog! Voilà, ik ben bekend op mijn auto. Mijn werkweek zit er weer al op. Korte werkweek, hè. En dan gaan we, ik denk vanavond weer even langs de Sphinx, en niet zeker. En wat heb ik allemaal op de planning? Morgen voormiddag heb ik een meeting met YouTube, heb ik al gezegd. Vrijdagochtend in mijn M&M, heb ik ook al gezegd. Dan zondag. Ah ja, zondag heb ik een meeting met een DJ. Samen liedjes schrijven en zo. Dat is ook super lange rijden, dus dan gaan we mij ook vrijgezellen. Vergezellen, dat is helemaal zekerst. En nu ben ik bekend met een auto. Ik ga mijn auto even lekker warm laten worden. En dan ga ik doorrijden. Kom eens hier kijken, schat. Nee, kom. Kijk, kom jong. Even een de kleine Staffert, hè. Ze is schattig. Helaba. Dat is echt schattig. Helaba. Lacht eens naar de camera. Oei, mag jij dan wel? Helaba. Kijk eens hier. Schattig. Dus we zijn bij Jenna trouwens. Dag Jenna. En de Kenny. Dag Kenny. En de kindjes. Dag kindjes. En Jamila. Voilà, dat was ook weer gezellig voor die mensen nog eens terug te zien. Ik ben nu thuis. Ik ga parkeren. En dan ga ik snel iets eten, want ik heb honger. Soep. Yo. Ik heb toch besloten voor nog even langs de Sven te gaan nu. We zijn nu onderweg. Het is ondertussen 11:30 s'avonds. We zijn aangekomen. What's up? What's up? Beste vloggers. Glenn. Je weet het, hè, maat. My name is Jeff. Ik mis dat even ertussen gooien.
Echt hè? Oké okay, dan. Oké. Okay. Oké okay, dan. Het is een paar dagen geleden, maar ik ben blij dat ik deze topgriet terugzie in Vesje. Goed. Ik ga even drinken. Hij gaat drinken. Vloggers, ciao. Ja. Voilà, kan ik weer slapen. Dit weekend ga ik kijken voor de nieuwe auto. Dus ik ben heel benieuwd wat ik allemaal kan tegenkomen. En morgen gaan we ook van alles doen, zeker. We zullen wel zien. In ieder geval, wat hebben we vandaag geleerd? Geen zak. Slaap wel.